Rode uitjes zijn paars, blauwe plekken zijn bruin. Hey, wacht eens even, dat ruimt helemaal niet. Nog een keer proberen dan, nog een spreekwoord. Als de kat van huis is, is hij niet thuis. Nee, dat klopt ook niet. Oké, dan gaan we maar normaal proberen te doen. Helemaal, Bouke hier weer met een nieuwe video. Vandaag geen Road to 50 plus kills in een potje Team Deathmatch op Black Ops 2. Vorige week ook al geen video, helaas. Vorige week kwam het omdat ik het te druk had met andere dingen. Vandaag heb ik op zich wel de tijd om een video te maken, maar ik ben best wel ziek. Ik moet de hele tijd hoesten, proesten, niesten, wat nog meer neus ophalen en zo. En als ik dan een live commentary op ga nemen, dan klinkt dat heel vervelend. Of ik moet alles eruit knippen, maar dan hoor je dus de hele tijd stiltes in de video. Wat ik dus nu gewoon doe, is een normale commentary maken. En dan kan ik wel gewoon het gehoest en geproest en het geneus ophaal eruit knippen. Want dan spreek ik gewoon daarna weer verder en dan knip ik het zo dat je me aan één stuk door hoort praten. En dan is het gewoon prima om naar te luisteren, denk ik zelf. Fish die vroeg me om een video te maken van ongeveer 8 minuten, dus dat ga ik proberen te doen. Jullie kijken naar een potje Call of Duty Modern Warfare 2 6 tegen 6 domination op de map Afghan. Ik speelde hier in een tweemans party samen met Gjolt, dat is een vriend van mij, in het echt. En ik ging hier voor de nuke. Ik haalde er maar liefst 2, dus dat is denk ik hartstikke leuk om naar te kijken. Ik speel met deze class die je nu in beeld ziet staan. De Barrett 50 caliber met een thermal scope. Als secondary had ik de G18 Akimbo's, lekker overpowered als je van dichtbij iemand uit wilt schakelen. Als equipments had ik een Semtex en natuurlijk 2 keer een stun grenade. En de perks waarmee ik speelde waren Slate of Hand Pro, Stopping Power Pro en Steady Aim Pro. En als laatste had ik dan dus nog een Deathstreak Copycat. Zelf ben ik een beetje tegen Painkiller, Martydom en wat heb je dan nog meer? Final Stand volgens mij. Nou, die vind ik alle drie een beetje gay, een beetje overpowered. Die moet je eigenlijk niet gebruiken, dus dan speel ik lekker met Copycat. Copycat zorgt ervoor dat als je 3 keer achter elkaar doodgaat, dat je de class van degene die jou gekilled heeft kunt kopiëren. Dat wil je natuurlijk echt, want meestal hebben die vijanden gewoon echt crap classes, dus die wil je helemaal niet kopiëren. En ik maak er dan dus ook nooit gebruik van. Ik haal hem eerlijk gezegd ook niet zo vaak. Wel eens, als ik bijvoorbeeld 3 keer achter elkaar genoobtubed of gecampkilled wordt, ja, dan heb ik Copycat. Maar ja, dat is dan niet echt helemaal terecht. Maar het zal wel. Ik zal jullie ook nog even de killstreaks waarmee ik speel vertellen. Dat waren namelijk de Harrier Airstrike, de Chopper Gunner en natuurlijk als laatste de Tactical Nuke. Want de Tactical Nuke is anders dan de MOAB. De MOAB, daar speel je eigenlijk altijd mee. Die hoef je niet aan te zetten in je strike package, zoals dat heet op Modern Warfare 3. Maar de Tactical Nuke op Modern Warfare 2, dat is een ander verhaal. Dat is gewoon een killstreak die je aan moet zetten. Je hebt 15 killstreaks. De Tactical Nuke is de hoogste. En als je een Tactical Nuke wilt halen, dan moet je die dus ook daadwerkelijk aanzetten in je killstreak setup. Meestal is het logischste dan 7, 11, 25. Dat is dan dus de Nuke. En die 11, dat is dan de Chopper Gunner of de AC-130. De Chopper Gunner, dat is de makkelijke versie. De AC-130 is iets moeilijker, maar daar kun je ook best wel makkelijk een Nuke mee halen op bepaalde maps. Op Afghan ook wel, maar zelf speel ik toch liever met de Chopper Gunner, omdat je dan mensen die bijvoorbeeld in huisjes zitten iets makkelijker kunt killen. Want zo'n bom die de AC-130 schiet, moet je dan heel precies door een raampje of door een kiertje of door een deurtje van zo'n gebouwtje schieten. En de kogels van een Chopper Gunner, ja, die vliegen allemaal kriskras, wat naar een andere richting. En dan als je een beetje in de richting van een vijand mikt, dan raak je hem meestal wel. Dus de Chopper Gunner is gewoon wat makkelijker en wat meer noob friendly. Maar de AC-130 is gewoon leuker om te gebruiken. Maar zelf gebruik ik meestal de AC-130 of op open maps, zoals bijvoorbeeld Afghan. Maar meestal als ik weet dat de enemy gaat proberen mijn air support eruit te schieten. Want de Chopper Gunner, die heb je er in 2 stingerkogels uit. En de AC-130 in 3. Dat komt omdat de Chopper Gunner maar 1 keer een flare afschiet om de stinger missile af te weren. En de AC-130 doet dat 2 keer. Dus vandaar dat de AC-130 wat handiger is als je tegen air support nakketjes speelt. Maar ja, een dubbel nuke dus. Ik vond het best wel bijzonder, want zo vaak haal ik niet een dubbel nuke. Het is nog best wel lastig door alle hackers, noobtubers, campers en snipertjes. Daardoor haal je, nou, heb je best wel wat moeite nodig om een nuke te halen. Maar als je een goede lobby hebt, dan is het ook vrij makkelijk om een double nuke te halen, wat ik dus in deze gameplay haal. Je hoeft een 7 killstreak te halen, dan heb je een Harrier. Die haalt je 11 killstreak, dus je Chopper Gunner of je AC-130. En met een beetje geluk maak je met die streak nog 14 kills. En dan heb je de nuke alweer binnen. Maar het is gewoon heel erg lastig om op Modern Warfare 2 nog een speelbare lobby te vinden. Door dus al die hackers. En als je dan eens een keer een hackvrije lobby hebt, dan gaan ze wel noobtube of snipe ofzo. Dus ja, dan is het ook weer niet echt goed speelbaar. Modern Warfare 2 is voor mij echt nog steeds de allerleukste Call of Duty ooit. Het was ook mijn eerste Call of Duty. Daaraan kun je het misschien een beetje wijten of danken dat het mijn beste Call of Duty is. Maar ik denk dat het nog meer redenen heeft. Ik vind de nieuwe Call of Duty's persoonlijk niet zo heel erg leuk.
vooral Advanced Warfare en Call of Duty Ghosts, die vind ik echt gewoon niet leuk. Die zijn niet echt mijn smaak. En ik denk dat het met de simpelheid van het spel heeft te maken. Het lijkt wel alsof elke Call of Duty steeds weer een stapje moeilijker wordt qua customization opties en zo. In Modern Warfare 3 was het gewoon heel simpel. Je kiest 3 perks, 3 killstreaks en een wapen en een secondary. Ja, en dan natuurlijk ook nog een equipment, een lethal en een tactical. Maar die staan eigenlijk standaard al in te vullen. En als je niet zo heel erg into de Call of Duty bent, dan laat je dat gewoon staan zoals het staat. En dat doet er voor de rest niet zo heel erg veel toe. Het was gewoon heel erg simpel om een clause aan te maken en om je killstreaks te kiezen. Maar tegenwoordig in Advanced Warfare, je hebt 13 punten. Daarvan moet je je scorestreaks kiezen, je wapens, je secondaries, je equipments, je special grenades, je lethal grenades, je perks. En je moet het allemaal uitzoeken wat het beste is. Je hebt van sommige wapens wel 5 verschillende varianten ofzo. En je moet maar uitzoeken wat het beste is. Het is voor de casual spelers allemaal een beetje te lastig, denk ik. Zelf heb ik op zich nog wel de tijd en de moeite genomen om een beetje uit te zoeken wat dan het beste is. Dus zelf speel ik altijd wel met de beste perks, naar mijn mening. En de beste wapens natuurlijk. Maar ik had liever gezien dat het weer gewoon een beetje simpel was. Dat je gewoon 3 perks had. Dan heb je ook een veel betere perk balance. In Modern Warfare 2 is het bijvoorbeeld zo. Stopping Power, dat is de perk die bijna iedereen speelt. Tenminste, de goede spelers gebruiken altijd Stopping Power, omdat het ervoor zorgt dat je kogels sterker zijn. Maar dan heb je ook spelers die willen graag stealthy zijn, dus die moeten Cold-Blooded Pro spelen. Maar die zitten dus in dezelfde perk slot. Die zitten namelijk allebei in perk slot 2. Dus als jij stealthy wilt spelen, dan moet je je extra kogel damage daarvoor opgeven. En dan heb je dus een groot nadeel in gunfights. En dat zorgt ervoor dat er veel minder mensen stealthy spelen, waardoor je meer actie hebt, want iedereen weet elkaar snel te vinden wanneer ze een UAV halen, omdat niet zo heel erg veel mensen met Cold Blood spelen. Tuurlijk, er zijn er altijd een paar mensen bij die dat wel doen, maar ja, de perk balance in deze game is zo goed dat je ja, gewoon lekker fast-paced kunt spelen. Er zitten natuurlijk ook dingen in zoals Woman Army Danger Close Noob Tubes. Dit wilden ze eigenlijk patchen, maar toen is er een of andere ruzie of zo ontstaan bij de developers van Modern Warfare 2 Infinity Ward, was het volgens mij. En toen hebben ze eigenlijk nooit meer wat aan de game gedaan, omdat het development team opgesplitst was en er waren mensen ontslagen, waren mensen weggegaan. En daarom hebben ze helaas nooit meer wat aan Modern Warfare 2 gedaan. Als dat niet was gebeurd, was het echt by far de beste Call of Duty ooit, naar mijn mening. Modern Warfare 3 is nu denk ik de beste Call of Duty, maar zelf vind ik Modern Warfare 2 nog net even wat leuker. En dat komt denk ik omdat Modern Warfare 2 mijn allereerste Call of Duty was. MW3, dus Modern Warfare 3, die had al wat meer customization. Die had bijvoorbeeld 3 strike packages, assault support en specialist. Dat maakt het al wat ingewikkelder, maar het bleef nog wel redelijk simpel. Je kon 3 start perks kiezen, een strike package en je kon gewoon je wapens aanmaken in je class. Maar bij Ghosts is het gewoon echt verkeerd gegaan. Black Ops 2 maakte het ook weer een stapje verder, maar dat was ook nog wel te doen met die wildcards, dat je 2 perks kon. En met je wildcards dat je bijvoorbeeld 3 attachments kon. Dat was ook nog wel te begrijpen, maar sinds Ghost en Advanced Warfare is de customization gewoon echt uit de hand gelopen, naar mijn mening. Je kunt je huidskleur bepalen, je kunt bepalen wat voor handschoenetjes, wat voor kneepads, wat voor schoenen, wat voor broek, wat voor shirt, wat voor helm. En allemaal dat soort dingen, dat kun je bepalen. Je kunt je class aanmaken, hoeveel perks je wilt, hoeveel killstreaks, oftewel scorestreaks je wilt. Je kunt dit doen, je kunt dat doen, echt. Het is gewoon veel te veel opties en daardoor is de perk balance in die game ook echt super slecht. Iedereen speelt met alle stealth perks, je moet ook wel, want dat zijn gewoon de beste perks om te gebruiken, want de rest van de perks zijn gewoon waardeloos. Maar ik denk dat als ze het gewoon wat simpeler hadden gehouden in Advanced Warfare, dat de game nu nog wel speelbaar was. Als ze geen skill-based matchmaking in de game hadden gedaan en gewoon een 3 perk system hadden gedaan, dat je 1 eerste perk, 1 tweede perk en 1 derde perk kon kiezen, dan was de game een stuk beter. Of misschien het Black Ops 2 systeem of zo, dat je door middel van wildcards een tweede perk kon, maar niet dat je 13 punten vrij krijgt en dat je ze overal maar aan kunt spenderen en dat je bijvoorbeeld zonder killstreaks kunt spelen en dan allemaal perks en wapens en zo, wat op zich niet verkeerd is, maar doe dan gewoon specialist bonus, weet je, dat is gewoon veel leuker. Laat in de comments weten wat jullie ervan vinden. Vinden jullie de customization in Call of Duty te ver gevorderd? Vinden jullie dat ze een stapje terug moeten doen? Ik zelf vind van wel, hou het gewoon lekker simpel. Het gaat om die fast-paced actie, dat maakt Call of Duty leuk. En die hele uitgebreide customization, ja, die boeit eigenlijk bijna niemand. Tuurlijk, er zijn altijd een paar mensen die het leuk vinden. Maar de meeste Call of Duty spelers die komen toch echt voor de fast-paced actie. Ik wil jullie in ieder geval allemaal even bedanken voor het kijken naar deze video. Hopelijk vonden jullie hem leuk. Geef jullie even een blauw duimpje omhoog voor Fish.
Misschien kennen je mij nog niet, link naar mijn kanaal staat in de beschrijving. Als je deze video nou leuk vond, kijk ook eens een keer op mijn kanaal. Vergeet niet te liken, plaats een comment en dan hoop ik jullie bij de volgende video weer terug te zien. Later mensen, tot de volgende video.